Even over de mantra. Ik wil dat altijd even benadrukken. Het is dus wel iets wat je hebt eigenlijk twee redenen waarom je de mantra zou kunnen gebruiken. In de eerste plaats omdat je veel bent afgeleid door geluiden. En dan, ja, bijvoorbeeld wat ik zei, de radio, de muziek, die speelt in ons hoofd. Maar je hebt ook mensen die gewoon houden van mantra's. Dat heb je ook. Onze abt en leraar in Thailand heeft zelfs gezegd van ja, je mag ook best wel een mantra gebruiken die wat langer is, als je dat liever hebt. Samadhang is eigenlijk een afkorting van een korte recitatie waarbij we de Boeddha eren. Maar het woord Samadhang verwijst hier naar de staat van verlichting die in ieder mens aanwezig is. Dus mensen hebben, soms in Thailand heb je wel eens dat onze abt zegt van nou, je kunt ook de hele recitatie herhalen als je dat liever hebt. Maar dat komt niet zoveel voor. Mensen geven meestal de voorkeur aan Samadhang. Dat zijn 5 lettergrepen. Het is wel de juiste balans, niet te veel, niet te weinig. Dus dat is iets wat je kunt meenemen ook in je dagelijks leven. Nog even terug over het visualiseren. Er zijn eigenlijk altijd wel goede redenen om visualisatie te gebruiken. Behalve twee soorten mensen. Misschien kan iemand zich nog herinneren wie. De eerste plaats mensen die vrij een beetje twijfelaars zijn. De twijfelaars die visualiseren niet graag omdat. Of die visualiseren niet zo goed omdat ze twijfelen over de helderheid van het beeld. En twijfelen of ze nu al iets visualiseren of nog niet. En die een beetje onzekerheid over zichzelf voelen, dan is het lastig om te visualiseren. Of als je visualiseert, je bent wel zeker van jezelf, maar je spant je altijd heel erg in alles wat je doet. Dat is denk ik een beetje een probleem onder de Nederlanders. Spannen we zich altijd heel erg in. Dat is een beetje onze noordelijke boerenmentaliteit. Dat is niet zo goed voor visualisatie. Soort van mensen die als kind altijd elke potlood braken terwijl ze ermee aan het tekenen waren, weet je wel. Dat hele harde, dat werkt ook niet goed. Visualisatie moet heel zachtjes en voorzichtig gebeuren. Dus dat is een beetje de twee voetnoten die je moet in het achterhoofd houden bij het visualiseren. Maar als je graag je een lichtje voorstelt of een lichtje achterlaat in het midden van jezelf, waarom dan niet? Het is ook iets wat je kunt meenemen in je dagelijks leven. Je kunt het blijven met je meenemen. Hè? Als je naar de wc gaat, dan is er een lichtje in jezelf. Of als je aan het afwassen bent, is er een lichtje in jezelf. Maar ja. Als je even geen behoefte hebt aan het lichtje in jezelf, dan laat je het weer en soms komt het vanzelf weer terug. Hier heb ik het nog niet over gehad afgelopen dinsdag. Dit is eigenlijk een beetje de mindfulness kant van Dhammakaya meditatie. Hier heb ik het voorbeeld gegeven van een zonnetje, maar het kan dus ook een lichtje zijn, een kaarsje enzovoort. Hierbij zeggen we in feite, soms dan kunnen we het ons niet visualiseren, maar dan beginnen we met het gevoel. En dat is ook de manier die onze abt eigenlijk adviseert. Begin met het gevoel. Als je nog niet echt visueel je kunt inbeelden, voel dat dan. Voel maar eens een lichtje in jezelf. Maar ook daarvoor geldt het dus altijd. Een optie, hè? Het is niet een verplichting. Maar je kunt dat met je meenemen in je dagelijks leven en je kunt dan vaak terug naar het gevoel.
Sommige mensen die stellen zich voor dat zij in hun midden zijn. Dat je in je eigen midden zit. Ja, dat klinkt een beetje schizofreen. Maar dat is niet altijd. Kijk, meditatie is niet altijd logisch, hè? Daarom kunnen kinderen ook zo goed mediteren. Hebben jullie wel eens het verhaal gehoord van de twee kinderen die. Die met elkaar samen aan het meditatie aan het leren zijn. Ken je het verhaal? Misschien kent Mark het nog wel. Nee. Er waren twee jonge kinderen die meditatie aan het leren waren. En onze abt die was een beetje aan het kijken of ze ook elkaar meditatie konden leren. Dus er was een groep kinderen die hadden meditatie geleerd. En onze abt die wilde kijken. Wat als ik ze nou ga vragen om de meditatie door te geven aan anderen? En dat was niet een soort van gemeen experiment of zo, nee. Het was meer, het idee daarachter was meer van, hij wilde kijken welke woorden kinderen zouden gebruiken om meditatie uit te leggen aan andere kinderen. En dat is zo cool, onze app denkt, hè? Die is heel erg geïnteresseerd in wat hij noemt Pasapasopakaan. Pasapasopakaan is, wat zal ik even spellen, is een Thais woord. Pasa is hetzelfde woord als we gebruiken voor Bahasa Indonesië, de Indonesische taal. Het is gewoon het oude woord voor taal. Het oude Sanskriet woord voor taal. Pasopakaan. En dat betekent letterlijk dus ervaringstaal. Dus dat is een beetje de taal van degene die in feite niet weet hoe je het eigenlijk officieel moet zeggen, maar die gewoon vertelt wat er gebeurt in zichzelf. En dat is de mooiste. Dat is eigenlijk een hele mooie taal, is dat. Je ziet het ook wel een beetje terug onder de christelijke mystici. Die ervaringstaal van door iets geraakt te zijn. Alhoewel sommige mystici meer een innerlijke ervaring hebben en andere meer een uitwendige ervaring. En in feite wat dus de abt hierover zegt is van nou. Wat we in ons tempel in het algemeen hierover zeggen is van nou, ga terug naar het gevoel. Wanneer je weer afgeleid bent of wanneer je de behoefte aan hebt. En wat je dan ook kunt doen is één keer per uur, volgens mij heb ik het trouwens wel genoemd afgelopen dinsdag, maar heel kort. Ja. je kunt wel één keer per uur teruggaan naar het gevoel. Ja. En dan kan het ook geleidelijk een beeld worden. Eén keer per uur is een beetje lastig vaak, maar je kunt dat als principe aanhouden. Hè? Dat je nu en dan even je ogen dicht doet, even teruggaat. Vroeger in België, dat was nog voor jouw tijd, Mark. Dat was in de tijd van Lampien Nicolas. Er was er één iemand die werkte bij de post. En die nam het zo serieus. Die deed gewoon tijdens zijn werk, bij de post, deed hij gewoon zijn ogen dicht. Voor een minuut lang. En dat vonden mensen wel een beetje gek. Maar dat werkte voor hem wel goed. Ja, je kunt natuurlijk niet altijd overal dat doen. Dus uiteindelijk is het een beetje ermee experimenteren. Houd het speels, hè. Maak van meditatie nooit een routine. Of gewoon maar iets wat we doen omdat we het moeten doen. Je kunt dat natuurlijk wel, dat gevoel hebben in het begin, hè? Als je voor het eerst meditatie leert en je hebt nog nooit die routine opgebouwd. Maar maak er ook geen zelfmarteling van. Ga niet meteen dan voorbij je grenzen of zo. Hè? Als voor jou 5 minuten aangenaam voelt, begin dan met 5 minuten. Als voor jou een uur nog steeds aangenaam is, ga dan alsjeblieft door. Maar dat is dus ook een beetje jezelf leren kennen.
Hier zie je nog het hele proces. Ik zal daar nog op terugkomen komende weken. Dus in Dhammakaya-meditatie heb je verschillende stadia. Hè? Dat is in alle vormen van kalmte-meditatie. Deze stadia heb je ook als je ademhalingsmeditatie doet. Maar dit stadium is uniek aan de Dhammakaya-meditatie. Dus je hebt op een gegeven moment die diepgang in meditatie die je wilt doormaken. Nou, dan kun je je een beeld voorstellen, dus een lichtje in jezelf of een zonnetje. Je kunt het ook niet doen, dat kan ook. Sommige leraren zeggen wel, als je geen beeld voorstelt in meditatie, is het als het ware alsof je gewoon zwemt zonder dat je op een bootje zit. He, dus als je de oever of de Waal, zeg maar, we zijn hier vlak bij de Waal. Als je die wil oversteken, dan kun je zwemmen. Dan moet je wel een tijdje zwemmen. Of je kunt in een bootje oversteken, in een pontje. Als je in een pontje oversteekt, dan wordt het beeld uiteindelijk duidelijker. En op een gegeven moment verschijnt het vanzelf, het beeld. Komt ook wel voor dat mensen eerst gaan zwemmen en dan ineens de boot onderweg tegenkomen. Dat het beeld vanzelf verschijnt. En dan op een gegeven moment, dan valt je aandacht of dan valt je geest, valt naar het middelpunt. Overigens moet ik erbij zeggen, ik zei net, dit is uniek aan Dhammakaya-meditatie, maar dat is niet helemaal waar. Het is uniek dat we het benoemen, maar het komt eigenlijk voor in alle meditatievormen. Dat op een gegeven moment, wanneer je maar lang je aandacht op een bepaald onderwerp richt, dan op een gegeven moment ontstaat dat fenomeen in concentratie, dat je aandacht naar je midden gaat. En dan, dus je vindt ook wel in de Wou-traditie van Thailand, in de Forest Edition, vind je ook wel leraren zoals bijvoorbeeld Prajan Joff, die bekend staat in het Westen als Tanisaro, die zegt ook wel van ga naar je midden, dat spreekt hij ook wel over. Dus waarschijnlijk zonder er bewust van te zijn dat dat overeenkomt met Dhammakaya-meditatie. Dus je aandacht gaat dan naar je midden en het voelt als een soort van vallen. En daarom noemde Lompu Sot, de leraar die ik vaak noem, dat oudere man, hè? Die meestal op foto's wordt hij als oud afgebeeld. Ik bedoel, er zijn gewoon heel weinig foto's van toen hij jong was. En hij sprak over toksoen. En toksoen is dus naar het midden vallen. En voelt het dan als vallen? Ja, vallen. Tok tok is Oké, vallen. dus En soen is ja, midden. en dat, ja, en dat voelt ook echt als vallen. Ja. Het kan als vallen voelen, ja? Ja. Sommige mensen voelt het net als een blaadje naar beneden dwarrelt, voelt heel rustig. Andere mensen voelt het als een achtbaan. Oké. Ja, dus ik weet niet welk type. Het schijnt een beetje te maken te hebben met hoe wild je leven is geweest. Nou, ik weet dat niet hoor. Dat is een theorie die sommige mensen erop nahouden, maar dat is niet officieel. Maar ja, de ervaring is dus dat. De neiging is dan natuurlijk om meteen je ogen weer open te doen of meteen te reageren. Of sommige mensen vinden dat juist wel interessant en die proberen dat proces dan weer opnieuw mee te maken. En dat is natuurlijk allemaal niet mogelijk. Dus dit gebeurt meestal als we toch met Thaise taal bezig zijn, wanneer we gewoon UDD zijn. Weet je dat nog? Weet iemand dat woord nog? UDD. En dat betekent in feite gewoon het onverwachte laten gebeuren. Onbevangenheid, hè? Dus dat is een beetje het leren. Hoe leer je onbevangen zijn in meditatie? Nou, door bij het hier en nu te blijven.
Meestal kun je het ook wel merken dat als je heel erg bezig bent met hoe het verder moet, of hoe je dit of dat of je meditatie te veel analyseert, of je wilt terug naar bepaalde ervaringen die je hebt gehad of bepaalde gevoelens, dan ben je in feite minder in het hier en nu. Dat kun je ook een beetje voelen op een gegeven moment, hè? En dan, ja, dan kun je op een gegeven moment zeggen van ja, ik wil eigenlijk wel weer gewoon weer terug naar het hier en nu. En gevoelsmatig, als je bij je gevoelens blijft, je gaat niet te veel in je hoofd zitten, niet te veel in je gedachten, dan kun je merken dat er spanning ontstaat. En dan als je dat niet te veel door je verwachtingen en door je verlangens laat leiden, dan ga je eigenlijk weer terug naar het hier en nu en dan kan UDD ontstaan. En ja, dan UDD is ook een beetje nu en dan jezelf laat toestaan een beetje te vergeten wat meditatie eigenlijk is. Dus alle theorie die ik net heb verteld allemaal overboord te gooien. Nee, grapje, maar het is een beetje een kwestie van bij de ervaring te blijven in het hier en nu. En de theorie zoals we het kennen is ook niet altijd precies zoals we het verwachten. Dus we denken wat Lopie Sander is, hè, of wat Andy heeft verteld is dit en dit en dit. Maar eigenlijk is het misschien dit en dit en dit en dit. Ja, het is net wat anders, omdat onze ervaring komt niet altijd overeen met wat we van tevoren hadden ingeprent. Dus dat is, ja, net als ik zeg van er staat zo'n hele mooie boom hier vooraan in de tempel en een aantal van jullie is hier nog niet geweest. En dan ga ik zeggen, ja, het is een prachtige boom, het is dit en dit en dit. En dan denkt Jana, die denkt aan een pruimenboom. Jos, die denkt aan een appelboom. En Pascal, die denkt aan een vijgenboom. En het is geen van de drieën, weet je wel. Dus dat is gewoon hoe onze eigen gedachten en taal en herinneringen ons voor de gek houden. En in UDD ga je er eigenlijk aan voorbij. Dus je blijft gewoon bij de ervaring, dat is het belangrijkste. Maar het is wel goed om die processen, dat proces een beetje te kennen, die stappen, te weten dat die er zijn, weet je wel. Dat je beseft, het is meer dan alleen maar ontspanning. Het is ook een manier om innerlijke heelheid te ervaren. En dat kan heel harmonieus en krachtig werken in je leven.